Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7digit.tv. Wij duiken de wonderenwereld van de reclame in. En dat doen we met mijn gast Dick van Montman. Dick, van harte welkom. Chairman en CEO van Dentsu Aegis Network Southeast Asia. Op zich valt die titel nog mee. Hè? Ik bedoel, je hebt in de reclamewereld heb je nog veel ergere namen. Jullie zijn best een van de grote jongens, hè, wereldwijd. Wat voor een positie zitten jullie nu? Het hangt er vanaf hoe je ernaar wil kijken. Maar we zitten. We zijn redelijk bescheiden met onze Aziatische achtergrond. Dus ja. We zijn waarschijnlijk de vierde grootste ter wereld. En in Asia Pacific zijn we de grootste. Met name als je Japan erbij rekent. Ja, want dan heb je nog WPP, heb je Omnicom Publis. Het zijn eigenlijk, als je heel veel mensen die weten dat niet. Hè, die denken in Nederland heb je heel veel bureaus. Maar als je naar boven uitkristalliseert, dan kom je uiteindelijk maar bij een paar. Eigenaren uit. Ja, en het mooie van Dentsu Aegis, althans, dat vond ik het mooie en waarom ik er uiteindelijk voor gekozen heb, 3,5 jaar geleden, ja. Is dat this is the first Asian-born global communication group. Ja. Onze andere concurrenten komen allemaal uit het Westen. Ja. En wij komen uit het Oosten en ik denk dat het, dat het heel erg significant is. Want wat doen zij anders? Even gericht op het vak. Ik denk dat. Een van de mooie dingen van Dentsu, toen ik een paar jaar geleden een telefoontje kreeg, was mijn eerste reactie van, me, Japanese company? Ik denk het niet. Mm. Maar toen ik er een beetje meer naar ging kijken en toen de gesprekken een beetje serieuzer werden, toen zag ik dat ze media en creatie hadden ze nooit unbundled. En dat hebben de westerse bedrijven destijds wel gedaan. Wat uiteindelijk goed was voor de waarde op de beurs. Mm. Maar in de huidige tijd, waar het gaat om snelheid, speed, reach en in the moment te zijn. Mm. Moet er niet die afsplitsing zijn tussen media en creatie. Moet er echt die convergence zijn, want we leven in een convergent wereld. Dus dat hebben jullie nooit zo gedaan en is ook nog steeds niet zo? Is nog steeds niet zo. Beter nog, toen in 1964 de Olympics waren in Japan. Toen heeft Dentsu gezegd van oké, dat is interessant. Dan gaan we de sportsmarketing in. Ze zijn de sportsmarketing ingegaan, ze zijn de entertainment marketing ingegaan, muziek, film. Er is een hele nauwe samenwerking en deelname met een van de grote Hollywood studio's. Dus ze zijn veel meer een conglomeraat geworden wat zich richt op client solutions. En echt verticals, echt markten of kanalen. Echt capability sets die toereikend zijn en niet noodzakelijkerwijs één vorm. En wat doet een bureau zeg maar, met een oost met een DNA vanuit het oosten anders, cultuur-wise? Nou, een van de dingen die ik net genoemd heb. Ze zijn echt solution-focused en niet form-focused. Hmm. En ik richt me daar heel erg op dit moment. Want ik denk dat heel veel industrieën die disrupted worden, die hebben zich gedefinieerd naar de vorm. De krantenindustrie, de recordindustrie, ja, dat soort zaken. Ja. En zij hebben altijd gezegd van, nee, we bouwen merken, we bouwen sales. En dat doen we door relevantie te creëren. En die relevantie, die kan op vele diverse manieren gecreëerd worden. Mm. En ik denk dat het met name heel erg minder vorm en media afhankelijk. Ja, minder afhankelijk van een vorm. Maar natuurlijk als je zegt van ik zit in de reclame of ik zit in de direct marketing of ik ben een digital agency, dan definieer je wereld heel nauw. Mm. Nou, we hebben heel veel van die capability sets, maar we hebben mechanismes waar we die samenbrengen om dan voor klanten een solution te creëren. Een van de pijnpunten op dit moment weer in de branche. En aan de ene kant een hele oude discussie al. Hè, maar het wordt al de ANA Papers genoemd. Hè, de organisatie uit Amerika, de Association of National Advertisers. Een rapport uitgebracht. En als het gaat om de scheiding tussen creatie en media. Nou, met name in die tussenpersonen, de mediabureaus. Of iedereen die van tussen de adverteerder en de publisher zit. Daar blijft heel veel aan de strijkstok hangen. Ze hebben het over, wat las ik nou, percentages? De 30, dat was wel heel ruim vond ik. Tussen de 30 en de 90% marges op RTB en programmatic. De branche is niet transparant. En adverteerders of de tussenpartijen die slokken veel te veel geld op. Is het een oude. Wat vind je ervan? Nou, ik denk dat niemand in onze industrie naar het werk gaat. Willens en wetens om een klant te dupen. Om de adverteerder te dissen. Dat denk ik niet. We hebben voor deze gevoelige zaken hebben we officiële spokespersons. Dus ik mag natuurlijk gelimiteerd beantwoorden. Maar
Ja, ik denk dat het wel zo is. Dus, maar zegt dat al niet heel veel, dat het een hele gevoelige discussie is? Ja, dat is een hele gevoelige discussie. En ik denk dat wat er met name aangeraakt wordt, is eigenlijk dat er veel meer dus, dat er een discussie moet plaatsvinden daarover. Ik zeg altijd dat in mijn optiek persoonlijk, ik heb het plezier gehad om met heel veel grote klanten, kleine klanten te werken. En uiteindelijk gaat het erom dat er een fair compensation is. En ik zeg altijd tegen klanten, het is niet zozeer over een bureau selecteren. Het gaat erom dat je eigenlijk de favoriete klant bij een bureau wordt. Want wat wil je van een bureau? Je wilt een bureau dat jou helpt om jouw merk meerwaarde te laten worden, om te verkopen, dat soort zaken. En dat doen we met ideeën. En die ideeën komen van mensen. En het maakt niet uit of dat creatie en media is. Ik denk dat media, dat er een grote druk is om op media meer creatiever te worden. Omdat er dingen zo zijn als programmatic en dat allemaal geautomatiseerd wordt. Maar hoe transparant of non-transparant is de branche anno 2020? Ik denk dat de branche heel transparant is. En nogmaals, ik denk dat de branche heel transparant wil zijn. Maar waarom deze discussie? Dan snap ik de discussie niet. Want die adverteerders zijn natuurlijk geen domme mensen of zo. Daar heb ik zoiets van, als ik toch adverteerder ben, dan zeg ik toch tegen jou, ik vind prima wat het kost, maar kun je mij uitleggen waar je het aan besteedt? Toch? Ja, nou, die eerlijke discussies moeten er ook zijn. Ja. Nou, dit is natuurlijk een ENA is een rapport wat in Amerika is gepubliceerd. Ja. Ja. En, ja. Maar goed, de discussie laait wereldwijd behoorlijk op. Maar het laait wereldwijd behoorlijk op. En wij... We hebben het standpunt dat we deze praktijken absoluut niet toepassen. Dus zit er nog veel kaf tussen het koren? Als het gaat om met name... Er zitten natuurlijk cowboys tussen. Je hebt natuurlijk veel nieuwe technologie. Met name als je het hebt over RTB en programmatics. En nieuwe kleine tokootjes. Weet je, zit er veel kaf tussen het koren? Ik denk dat er in elke industrie wat kaf tussen de koren zit. Ik pretendeer niet dat wij alleen maar... puur zijn in deze industrie. Maar ik denk nogmaals, met name de gevestigde bedrijven, dat er niemand echt, ja, nogmaals, naar het werk gaat om te zeggen, nou, ik ga nu even een klant typen. Dat is niet de insteek. Jullie kunnen je in de spiegel aankijken en zeggen, wat we verdienen, verdienen we eerlijk. En de marges die we draaien, die zijn niet te gek. Ja. Nou, en dat is één, de marges die we draaien. Het is uiteindelijk een business. Yeah. En beide kanten moeten een goede deal hebben. Ja. Yeah. En de bureaus moeten een marge kunnen draaien om te herinvesteren in talent. Ja. En ik denk dat de werkelijke discussies moeten zijn. Of er een faire compensatie is die de bureaus op de juiste manier laat investeren in talent. Wat dan ten goede kan komen voor klanten. Het is wat heel veel bureauketens zijn publicly listed. Het is redelijk daardoor bekend wat voor marges er gedraaid worden of wat voor marges ze erop mikken. En als een klant zegt van, nou, ik ga een bureau selecteren en ik wil ze maar een fractie daarvan van geven. Hmm. Ja, dan daar zit dan een discrepantie, correct? En dat wordt dan een hele commerciële discussie. Maar die commerciële discussie wordt dan niet afgerond, bij mij weten, om dan een klant te gaan laten dupen. Discussie is nog niet klaar, maar ik vind het zonde om er alle 20 minuten over te praten. Want er zijn een heleboel dingen, mooie dingen in het vak. Ik wil je visie op een aantal dingen die in mijn ogen aan de hand zijn in de branche. Eén, wat is jouw beeld als we kijken, en weliswaar is dat een vormvraag, maar als we kijken naar televisie in de brede zin. Hè? We zijn allebei geen 20 meer, mag ik rustig stellen. Dus wij zijn opgegroeid in het televisielandschap wat aan het veranderen is nu. Hoe zie jij de status van het kanaal televisie en hoe zich dat de komende jaren ontwikkelt? Televisie is een scherm. Nogmaals, toen ik bij Dentsu terechtkwam, ik keek wat er allemaal een capability sets waren en hoe ze die samenbrachten. Dacht van, nou, dat is exact juist voor deze wereld. Want dit is een wereld waar devices voor het eerst echt devices zijn. Voorheen, toen wij opgroeiden, was een tv the window to the world. Ja, dat was het enige apparaat. Maar nu heb je heel veel schermen en je zal nog veel meer schermen krijgen. Het scherm outdoor zal veel interactiever worden. Wat meer belangrijker is, is de constante stroom van ideeën, content, data die onder die devices zit en waar het werkelijk om gaat, die belangrijk is. Hoe zie je de toekomst van reclame? Want het mag duidelijk zijn dat de traditionele reclamespot heeft het lastig. De traditionele krantenadvertentie heeft het ook lastig. Het succes van de adblocker is denk ik wel een teken aan de wand. Ja. Moeten jullie werk beter doen? Of hoe absoluut. Dat? En
glas half empty, glas half full. Toen ik in China werkte, had ik twee posters, hele grote posters. Eén van Bill Birnbeck, die zei: creativity is the best the business can employ. En één van Deng Xiaoping, die zei: white cat, black cat, I don't care what color the cat is. En ik zei altijd tegen mij en mensen, ik zeg, we zitten niet in een reclame. We catch mice for our clients. En dat betekent dat we agnostic bezig moeten zijn, maar waar het werkelijk om draait. Dus ik ben een muis. We zijn een muis, jullie zijn een muis. Shit, dat is een lekker beeld. Nou, mag je ook nog de kleur kiezen. Ja. Ja, maar dat is waar het werkelijk om gaat. En als je die insteek hebt, en dat je de insteek hebt van dat uiteindelijk mensen reageren op ideeën en engagement. En dat creëren we. En ik denk dat er in de huidige wereld is enorm spannend. Omdat nu moet je in een nanosecond op 14 inches of 50 inches moet je proberen om die boodschap over te krijgen. Mm. En dan krijg je nog eens een keer al die data die je terug kan koppelen. En die je kan gebruiken om de boodschap te optimaliseren. Ik denk dat het een geweldige tijd is voor onze branche. Ja, maar ook een geweldige, maar in, niet in alle opzichten een geweldige tijd voor de eindgebruiker, voor de klant. Want die irriteert zich best wel. Ik bedoel, kijk naar het succes van Adblock. En ik betrek het even persoonlijk. Ik ben maar een eenvoudig interviewer. Hè? En ik ken het vak een beetje, maar ik heb dat ding geïnstalleerd. Omdat ik zo langzamerhand er echt genoeg van heb dat bedrijven mij lopen te retargeten op een dermate irritante manier. Dan denk je, buzz off. Hard, absoluut mee eens. En ik denk dat het niet zozeer een poor consumer is. Want de consument heeft nu middelen om te reageren. Ja. Dus jij installeert de adblock. Ja. Daardoor moeten wij nog beter targeten. Ja. We moeten een job doen om beter te targeten. Meer relevante boodschap. Contextueel. Ja. Wat zijn de belemmeringen in die... Ik heb zoiets van, volgens mij moet dat 10 keer harder kunnen. Want ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik ben zelfs bereid om daar ook privacy voor in te leveren. Vind ik helemaal niet erg. Want dan weet KLM, dan weten tenminste jullie als retargetpartij, weten jullie dat ik het ticket heb gekocht bij KLM. Dus dan hoef je me ook niet meer te retargeten met hetzelfde ticket wat ik al gekocht heb. Dus je mag mijn basket zien. Dus ik ben best bereid om dingen veel meer aan jullie te geven in ruil voor meer targeting. Wat zijn de belemmeringen daarin? Ik vind het heel interessant dat je dat noemt. Want ik denk, ik denk dat de privacy debate heel erg gaat spelen in de komende jaren. Ja. Vanwege dat de cookies, wel. Vanwege de retargeting. En dan moet er een discussie gaan plaatsvinden tussen de consument en merken. We zeggen van oké, dit krijg je voor niks. Ja. Omdat we dus al die toegang hebben tot je data. Als je dat niet wil, dan moet je of wat betalen of je moet wat privacy opgeven. Ik denk dat debat moet gaan spelen. En uiteindelijk ook een veel transparantere relatie tussen merken en media en de consument gaat geven. En wat worden de nieuwe businessmodellen van de media in samenwerking met de adverteerder? Want wat ik al zei, de oude scheidslijn tussen redactie en commercie. En aan de ene kant de advertentie, aan de andere kant het redactionele stuk in de krant. Maar ook op televisie, het programma en de commercials. Ik heb het idee dat model, dat werkt niet meer. Hoe ziet het model van de toekomst eruit? Pak de uitgevers eens. Nou, het klinkt waarschijnlijk heel erg makkelijk, maar het gaat allemaal terug naar content. Je meldde net dat wij opgegroeid zijn met tv. In datzelfde tijdsbestek waren de kranten. Was het Trouw, was het Parool. Dat waren kranten die ergens voor stonden voor een uitkijk, voor een outlook on the world. Ja. Een levens... wat is het? mening als je... Ja, precies. Ja. Omdat, ik geloof dat dat de juiste... Een levensvisie. Ja, zoals een trouw en een andere, precies, een andere boodschap. Een point of view. Ja. En ik denk dat het daar weer naar terug gaat, uiteindelijk. Mensen gaan, die gaan zich relateren aan een point of view. En de fout die destijds gemaakt is, denk ik, door heel veel publishers, is om content in papier, als het geprint was, dan moest je ervoor betalen. En online was het gratis. Dat is heel gek natuurlijk, want het gaat uiteindelijk om de content en niet om de vorm. En wat je nu ziet in de US, Washington Post, New York Times, zijn allemaal aan het experimenteren met wat geef je weg voor free, waar betaal je voor. Maar ze gaan duidelijk, lopen ze weg van alleen maar free. Mm. En wat is de toekomst van journalistiek? De toekomst van... Hoe onafhankelijk is of blijft die? Ja, nou dat is natuurlijk ook het hele mooie van deze wereld. Want aan de ene kant is alles toegankelijk, onmiddellijk. Maar ligt er nog meer nadruk
op de individu om een mening te vormen over wat hij consumeert. Niet alleen wat er geschreven wordt, maar wat hij wil consumeren. Hm. Ik denk dat het huidige presidential debate in Hatschik, de Donald Trump een hele mooie, een heel mooi voorbeeld van is. Hm. De individuele responsibility, ik denk dat die nog heel erg onderschat wordt of niet bepraat wordt. Hm. Dus journalistiek, ik denk dat het nog vrijere meningsuiting wordt. Maar tegelijkertijd zit er ook nog veel meer een responsibility voor de journalisten of degene die schrijft. En voor degene die het consumeert. En geloof je in onafhankelijke journalistiek? Hier geboren en getogen te zijn. Dit mooie land met heel veel goede idealen. Ja, ik geloof in de vrije journalistiek uiteindelijk. En dat is het mooie van de digital world. Dat iedereen kan participeren. Geloof ik dat uiteindelijk de waarheid toch wel uitkomt. Hm. En dus ja, ik geloof in vrije journalistiek. Als we kijken naar de branche, hè, en ik pak het even vanuit het Nederlands perspectief. Je hebt denk ik nog goed contact met de Nederlandse reclamebranche ook, hè? Ja, af en toe. Ja. Als je toch kijkt, is die best wel uitgedund, hè? Als ik kijk van, weet ik veel, 10, 15 jaar geleden en je keek naar de grote bureaus, dat waren echt vaak honderden FTE's. Nou, nu is een groot bureau, is bij spreken 70 FTE's of 60 FTE's. Dus stiekem is dat toch wel een soort, heeft er toch wel een veldslag plaatsgevonden. Hoe zie jij die komende jaren de branche zich ontwikkelen? Je hebt adverteerders die natuurlijk vanwege schaalgrootte en omdat ze efficiënties willen creëren, die doen internationale campagnes. En die maken landenclusters. En Nederland als land, als markt, is dan niet groot genoeg om een specifieke aparte campagne te voor ontwikkelen. Daar leidt Nederland onder. Maar tegelijkertijd zie je hele interessante bureaus opkomen. We hebben net een bureau gekocht, dat heet Achtung. Voor ons McGarry Bowen Network. En die jongens, ook een dik, hè? Ook een dik. Ja. En die jongens die hebben een hele mooie slag gemaakt. Want die zeggen, oké, dat is dus de markt niet. De markt ontwikkelt. En nu gaan we op deze manier ermee bezig. Omdat ze met name internationaal verder willen? Niet alleen omdat ze internationaal verder willen. Maar die hebben een hele mooie merger tussen technology en creatie. Ja. En dat is iets wat je echt lokaal toepast, maar ook internationaal kan toepassen. Een andere case in point is dat je toch de merken zoals Wieden & Kennedy, 180, al die soorten jongens, die boutique-agencies, die hebben toch maar een vestiging in Amsterdam. Omdat hier toch heel goed talent zit, of omdat het de juiste omstandigheden zijn waar je talent zich kan ontplooien. Hmm. Hoe is de samenwerking? Werk jij samen met... hoe is de samenwerking qua cultuur tussen Nederland en Azië? Jij bent een soort mix van both worlds inmiddels, mag ik wel stellen. Ja. Na al die jaren dat je daar zit. Ja, technology terms, I'm a mashup. Ja. Wat bedoel je daarmee? Een mashup, een mat. Ik heb natuurlijk een hele interessante culturele achtergrond. Ja. En nogmaals, ja, op een gegeven moment... voor iedereen komt zijn tijd. En ik denk dat this is a convergent world. En ook voor mij is dat heel erg irrelevant. Ik ben een product of convergence. Ja, want hoe ziet de diversiteit van jou persoonlijk er helemaal uit, zeg maar, qua achtergrond? Nou, ik zeg altijd, don't stand behind me in immigration line. Ja, en zelfs niet in Nederland. Is dat altijd lastig, hè? Ja, dan komt dus een Nederlands paspoort. En als ik dan toevallig 1 of 2 dagen niet geschoren heb, ja, dan zou het toch wel heel mooi kunnen zijn. Destijds in, ik weet nog toen ik in Cuba met een paspoort dat 2 dagen oud was aankwam, toen kreeg ik de keuze uit Iran of Afrika. Are you sure you're not of Iran or Africa? Maar wat zijn je roots? Mijn roots zijn eigenlijk Nederland. Vanuit mijn vaders kant, als je Heren van de Thee hebt gelezen, onze familie wordt beschreven als een van de oudste koloniale families in Indonesië. Ja. En Adriaan van Dis destijds, toen hij een lezing gaf in Jakarta en uit moest leggen over... Hij beschreef hoe hij naar Nederland kwam en moest uitleggen hoe zijn achtergrond was en waarom hij de Nederlands uitzag, maar zo vreemd praten. En toen zei hij, onze voorouders die woonden in Indië en er was geen airconditioning destijds. Dus ze sliepen met de deuren en de ramen open en er ging wel eens wat naar binnen en wat naar buiten. Dat was een beetje ook de achtergrond van mijn familie. Dus een van de oudste kolonialen, maar goed geassimileerd.
destijds gevraagd om na de onafhankelijkheid van Indonesië toch maar terug te gaan naar Nederland. En mijn moeder die komt uit een Nederlands-Joods-Portugese achtergrond. It's your mashup. Ja, en mijn vrouw is Chinees. Dus, En waar woon je over een jaartje of vijf? Waar ik de juiste levenservaring kan krijgen. Is dat je belangrijkste drijfje om ergens te zijn? Ja, uiteindelijk wel. Ik denk dat het mooie van dit vak is dat ik denk dat frustratie en de satisfaction zijn hetzelfde. Het moment dat je een geweldige campagne hebt gedaan, dan moet je een betere campagne verzinnen. En daardoor ga je ook je werkt met ontzettend veel talent. Dus voor mij is dat belangrijk. De juiste mensen, de juiste plek, de juiste omgeving. Teruggaan naar de digital economy en today's world. En dat is het mooie. Als je dat zo embraced, als je dat omarmt, dan denk ik dat er heel veel mogelijkheden zijn. En ik zou graag. Ik denk graag dat dat heel belangrijk is. Ik probeer te denken in 5 jaar blokken. Dus de vraag is heel relevant. En dan vraag ik mezelf en ook mijn gezin: wat voor ervaring willen wij nou hebben? Wat willen we nu doen? Dus dat staat nog open. Dus dat staat nog open. Of zijn er stiekem al plannen, zeg maar? Mijn driehoek is interesting, fun en rewarding. Dat is ongeveer de driehoekje waar ik in denk. En daarom, ik doe wat ik doe nu. Ik ben ook betrokken bij het adviseren van start-ups, de participatie. Houdt mij scherp. Houdt mij betrokken bij wat er allemaal gaande is. En bedrijven die soms een beetje sneller schakelen dan grote bedrijven kunnen. En daar gaat het mij een beetje om. Wellicht over 5 jaar ziet het er heel anders uit. Misschien zit ik nog op dezelfde plek. Ja. Ik hou van wat ik doe. Ik doe het graag. En tot slot, laatste vraag. We zien toch jullie markt, hè? De Azië-markt, zeg maar, als een soort een nieuwe helden bijna. Enorm in opkomst. Hè? En Amerika is toch het nieuwe derde wereldland, om het even gechargeerd te zeggen. Wat is een belangrijke tip die de bureauwereld in Nederland mag adopteren van, zeg maar, de cultuur die jij daar proeft elke dag? Ja, ik weet nog dat ik in China, dus ik heb een lange tijd ook in China gewerkt en gewoond. En kreeg ik dezelfde vraag in een forum in New York. En dan zei ik van, ja, oké, China staat niet bovenaan in termen van Creative Awards in Cannes. Maar ze zijn ontzettend inventief in de businessmodellen. En hoe ze bepaalde dingen vanuit het Westen nemen, adapteren, veel beter maken of een hele andere spin aan geven. Als je kijkt naar WeChat, wat een vele malen betere versie van Twitter is. Als je kijkt naar wat er aan het gebeuren is met e-commerce. Niet alleen in Azië, maar ook in Zuidoost-Azië. Als je kijkt wat er aan het gebeuren is met payment systems. En hoe dat allemaal geïntegreerd wordt. Een heel mooi voorbeeld is in Jakarta, Indonesië. Hadden we onlangs een forum georganiseerd. En we nodigden een jongen uit van Gojek. Gojek is de Indonesian versie van Uber. Maar dan voor motoren, motorcycles. En ja, en hoe ze dat uitrollen en hoe ze dat vervolgens andere platformen eraan verbinden, dat is geweldig. Ja, dus de business en technology als driver, zeg maar, in plaats van alleen maar reclame maken. Ja, en de inventiviteit om bepaalde problemen heen te gaan. Zelfs van, heel veel mensen in Zuidoost-Azië hebben geen bankrekening. Maar er zijn ontzettend veel convenience stores, 7-Elevens. Dus die kan je dan gebruiken als payment system. Ja. Dus heel mooi om te zien hoe die oplossingen die meer holistisch zijn, hoe ze dat creëren. Een ander interessant iets is, als je in Hongkong loopt en je kijkt naar een lege ruimte, zoals dat, en dan denk je van, wat kan je daar nou mee doen? Dat is niks mee te doen. Dan kom je 2 weken later, loop je er weer langs. En iemand heeft daar een geweldig leuk winkeltje of bedrijfje opgezet. En met die space wat gedaan. En dat vind ik fascinerend van het leven dat ik de laatste 22 jaar heb geleefd. Andere landen. Dat je de mogelijkheid krijgt om op een andere manier naar dingen te kijken. Ik wens je succes met alles wat je gaat doen de komende jaren. En deze week naar Cannes. En ook daar heel hard werken, maar vooral ook heel veel plezier. Ja. Dank je dat je mijn gast wilde zijn.
En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile. Kijk voor meer op 7digit.tv. Je mag de app downloaden. Helemaal gratis. Kun je kijken wanneer en waar je maar wil. Hoi!